Goeiedag. De laatste officiële dag van Kleurnet. En we eindigen waar we mee begonnen. We begonnen met Willem Oltmans. We begonnen met praten over toen zijn rechtszaak. Ondertussen is Willem Oltmans in een hele andere situatie gekomen. Maar 2 jaar later is ook Kleurnet in een andere situatie gekomen. Want we zijn eruit gegooid, eraf gegooid. En we gaan even met Willem praten over wat hem bezighoudt. Wat hij met Kleurnet heeft gedaan, want je bent een paar keer bij ons geweest, hè? Met Jan Voudrain, ja. Ik heb wel de hele goede herinneringen eraan. Maar ik volg jouw programma en ik vind het gewoon een godschandaal dat ze die Kleurnet zomaar... Het is toch eigenlijk een klerentroep hier in Amsterdam, hè? Ik heb er gelukkig niks mee te maken, maar jij wel. Ik vind alles wat ik uit dat gemeentehuis hoor, de ene rotzooi naar de andere. Het is eigenlijk te gek voor woorden. We hebben hier een referendum gehad. Ja, over de binnen... Waar iedereen dus tegen was. Ze doen gewoon, ze zijn gek. En ik dacht dat we met Cohen erop vooruit zijn gegaan. Ik denk dat het een... Want ik vond Patijn dus een slijmjurk, hè? Maar ik was blij eigenlijk met Cohen. Maar hij draait ook al met alle winden. Er komt ook allemaal niks, want het verandert niks. Het blijft 1 grote bende. Ik vind het wel leuk dat jij een beetje scheldt op die Amsterdamse situatie. Want mensen zeggen het is... Maar het is niks. Maar... Ik vind het om te huilen. Zoals hier de boel gerund wordt. En zoals de straten eruit zien. En de boel... Het is een grote bende hier in Amsterdam. Nou, komt dat, zeggen mensen, door de regentenmentaliteit? En als ik nou naar jou kijk en jou... We hebben geen brein. Want het heeft niks met de regentenmentaliteit te maken. Er moet orde komen, er moet de wind door. Het is een bende, het is echt treurig, hoor. Ja, maar is dat nou, zeg je dat nou vanuit je betrokkenheid bij de stad? Of zeg je nou, er moet gewoon ordnung moet zijn en we regelen het niet goed? Kortom, is dat links of rechts, denkend? Ik denk niet links en ik denk niet rechts en ik draag niet links en ik draag niet rechts. Kijk, ik vind gewoon, dat heeft voor mij alleen met brains te maken. En brains, ja, je hebt een linker en een rechter brain, hè. Maar bij mij werken ze mooi samen in tandem, hè. En ik denk helemaal niet in termen van links of rechts. Ik denk alleen in termen van, hoe krijg je deze stad, die toch een prachtige stad is, een beetje... weer terug in het gereel. Ik moet je eerlijk zeggen, als je 's avonds de stad ingaat hier in de binnenstad. Nou, ik denk af en toe, god, het doet me aan Tanger denken. Ik ging vroeger wel met de auto naar Marokko. En dan kwam je die steden daar, nou, daar begint het steeds meer op te lijken. Het is echt ongelooflijk. En daar heb ik verder helemaal geen bezwaar tegen. Als de boel maar een beetje geordend verloopt. Maar het is een wildgroei. Het is griezelig eigenlijk. Nou heb je aan 2 kanten gezeten, hè? Want je zit er nou weer aardig bij, een mooi appartement. Je hebt geld van de overheid gekregen. Dit appartement heet Kok van Aartsen, zei je. Dit is Huizen Kok van Aartsen, ja. Het staat dus boven de deur. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook jarenlang van een uitkeringetje rond moeten komen. Nou, ja. En op een bovenhuisje. En dat... Op een buisje, het was een kamer in de Westerkade. Maar goed, je hebt beide kanten van de medaille dus gezien. Ja, je hebt ook van beide kanten... Nu word je weer uitgenodigd bij het Prinsengrachtconcert... en toen mocht je je bij de sociale dienst vervoegen. Ja, dat is waar. Er komen vrijdag 2 ambassadeurs hier eten. Ja, meneer Van Aartsen komt eten. Ja, het gaat allemaal weer op een andere een beetje. Het is weer de oude hap. Maar dat ze jou van het net gehaald hebben... dat bewijst wat een kleren zoiets is. Want als je nou... Ik kijk af en toe s'avonds laat bij het zappen naar jouw programma... Programma's, hè? En dan denk ik, waar haalt hij het vandaan? En waar is in godsnaam die spreiding vandaan gekomen? Jij laat iedereen aan het woord. Als er nou één, als je dat vergelijkt met die klerenzooi van AT5. Hè? Wat ik ook, ik ben daar dan wel eens gevraagd en ik ben er ook wel eens op geweest. Maar er is geen enkele vergelijking met... Jij bent echt met de mensen bezig. En dat vond ik fantastisch. Want die mensen konden voor het eerst hun bek open doen bij jou. Dat kunnen ze nergens in dit land, behalve bij Kleurnet. Waarom wordt dat nou gesloten? Ja, dat weet ik niet, omdat journalistiek... Want daar hebben we het over. Nou, het heeft wel met journalistiek te maken, want... Als krantenman of als schrijver, maar ook als televisiemaker, sta je uiteindelijk in dienst van de kijker. Ja?
uiteindelijk moet je... Ach, als je denkt, als je kijk nou eens naar die NRC, dat is toch ook... Ik bedoel, ik heb die krant inderdaad alleen voor de overlijdingsannonces nog, hè. Maar als je, als je kijkt naar de... Nee, dat is niet voor de mensen gemaakt, schijn nou toch uit. Dat Kleurnet vond ik echt... Een volksomroep. Daar kwam Jan Rap en zijn maat. En het was echt gezellig. Ik voelde me daar thuis. En als je dan die slijmjurken ziet. Van met een paar hele goede uitzonderingen. Zoals Jan-Pieter Haag en zo. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar als je dan die vastgeëikte rotzooi ziet. Die zogenaamde televisierubriek allemaal geven. Nee, ik was echt voor jou op dat punt. Je hebt al een jaren niks van me gehoord. Maar dat is wel wat ik dacht. Ja. Uitgerekend ga jij dicht. Dat is Holland. Ja, maar goed, maar dat is... Dat nee, is niet goed. Ik vind het Het is niet... Het is niet je moet eventjes met je voet van mijn kabeltje. Ja, nou, dat was een beetje sabotage. Ja. Jij bent een van de mensen geweest die al heel lang in de journalistiek zat. En jij had het talent om in een tijd waarom dat ook niet gezien werd, om met Sukarno te praten, om met Boutens te praten. Ja, dat is een andere zaak. Dat is ook weer hetzelfde laken en pak. Gewoon ingaan en het doen. Zakken, die doen het niet. Die kletsen over Boutens. Ze hebben zijn achterste nooit gezien. Ze kletsen over Sukarno. Ze kletsen over Saddam Hussein. Ze kletsen over iedereen. Maar ze weten absoluut niet waar het over gaat. En als nou is de nieuwste fonds Lumumba. Hè? Dat is nou erg in. Hè? Ze hebben nou ontdekt dat Lumumba aan motor gehakt is door de Belgische koning eigenlijk. Hè? Die is daar ook bij betrokken. Als die leeft... Lumumba was in Congo een van de slechte baasjes. Nee, Lumumba was de Sukarno van Congo. Dat was dus de eerste prime minister gekozen als prime minister van de Congo. En die werd 6 maanden later aan motor gehakt. Daar blijkt nu uit de stukken, dat boek van Ludo de Wit is echt subliem. Daar blijkt nu uit dat meneer Dasperen Linde en al die klootzakken rond de koning van België, meneer Boudewijn, dat allemaal wist en daar hebben handtekeningen onder gestaan, die vent aan motor te hakken. Als Boudewijn had geleefd, zat hij nou met Milosevic te schaken. Huh? Maar, in ieder geval, dus dat niemand is naar Lumumba toegegaan. Ik wel. Ik ben naar die Lumumba toegegaan. Nu is de zoon van Lumumba, die is een architect van de Sorbonne in Parijs, die heeft hier gelogeerd. Ik geef een persconferentie. Ik laat die man eens een verhaal doen. Ik heb het nu over mei van dit jaar, toen iedereen nog sliep over Lumumba. Die Roland die kwam hier. Hij heeft in het Nieuwsport geef ik een persconferentie. Hoeveel journalisten komen er? 1. En als ik de Telegraaf op. Dat is jouw ervaring. Komen jullie bij de persconferentie van Lumumba? Dan krijg je als antwoord. Wie is dat? Ze zou eerst moeten uitleggen wie met Lumumba is geweest. Ja, ja. Nou, is Lumumba. Het enige wat ik van die man weet overigens is dat de halve wereld, namelijk het linkse deel van de wereld, in Moskou gestudeerd heeft aan die universiteit. Ja, Lumumba Universiteit. Ja, wat dat betreft deden de communisten goede dingen hoor. Die deden niet alleen rotte dingen. Die hele goede dingen. Nou, even een ervaring van... ik was op de G8 in Genua. Zo. En, ben je op je bek geslagen? Nee, nou net niet, maar wel... Zie je zo glad? Traangas, traangas. Achter een boom. Nee, traangas in schoten. En er zat iemand aan de achter en die zegt, ze schiet. Ik zeg, nee, dat is traangas, maar later bleek dat toch... Maar wat mij opviel, en ik sprak daar met andere journalisten, daar was een rode zone waar dus de belangrijke mensen zaten en die zou belegerd worden. En alle journalisten en alle grote camera's zaten in die rode zone. Terwijl de rest van de stad... Dus in mootjes gehakt werd. En echt een verschrikkelijke puinhoop. Dat viel me ook toen op dat de journalisten... die zaten dus lekker met een glaasje Franse wijn in de rode zone. En die gingen er niet op uit. Ja, maar dit vind ik... Ja, dat zal wel zo zijn, maar dat is niet zo'n sterk voorbeeld. Ik vind het sterkere voorbeeld dat Nederland 300 jaar in Indonesië heeft gezeten. Daar komt de meneer Sukarno aan de macht... Waarom ben ik de enige geweest die ooit naar die vent toegegaan is? En weet je hoe dat nou komt? Ze denken hier altijd dat ze alles al weten en niet hoeven te gaan. Dus, Kasser is een klootzak, Lumumba is een klootzak, Saddam Hussein is een klootzak, Buto is een klootzak, Nkrumah is een klootzak. Iedereen zijn allemaal klootzakken. Ze weten als ze vertellen het elkaar en ze blijven thuis. Dat is ook goedkoper. Maar ik lifte in het vliegtuig van meneer Khrushchev naar de Congo... Vanuit de Verenigde Naties in New York. Ik heb het allemaal beschreven in de boeken die in de winkel liggen.
En kwam daar op die persconferentie van de laatste persconferentie van Lumumba, heb ik meegemaakt in Leopoldstad, zoals dat toen nog zo heette. Maar is dat ook niet omdat wij vinden dat bijvoorbeeld in die tijd Luns, hè, onze Luns, was de grote man. Terwijl de rest van de wereld dacht, wat doet die vent? Maar... Het was bovendien smerig NSB'er. Dus ik bedoel, dat is nu zijn schoonzuster, die komt hier wel eens eten, mevrouw Adèle Luns. Die heeft dat in Elsevier nou maar eens in 5 pagina's in een interview naar buiten gebracht. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik met die vent in de clinch heb gezeten, want die was nog van de verkeerde kant ook. Hè? Dan zeggen ze dat ik van de verkeerde kant ben, maar ik denk dat Luns meer van de verkeerde kant was. Nou, en dat soort types, dat zijn helden in Nederland. Wie is nou een journalist op dit moment, wat je zegt, die doet wat jij gedaan hebt en wat jij eigenlijk nog doet? John Jans van Galen? Nee, oh, absoluut niet. Nou, ik vind dat hij wat hij in Suriname allemaal uitvindt toch wel indrukwekkend is. Ach, wel nee. Zolang ze op de lijn blijven zitten dat Bouterse moordenaar, snappen ze niet hoe het gezeten heeft. Ik heb het laatste programma gezien, hij is daar naartoe gegaan. En hij heeft die kolonel, weet je wel, die Nederlandse kolonel die jongens daar naartoe gestuurd heeft. Reuze smerige vent is dat, die kolonel. Ik kan ook niet op zijn naam komen. Die zat dan in de Franse Congo. Reuze smerige inlichtingen. Maar daarmee haalt hij toch boven water dat de Nederlandse regering eigenlijk die hele Bouterse koep een beetje... Nou, niet de regering, nee. De militaire inlichtingendienst heeft dat gedaan. Hij is naar voren geschoven door de militaire inlichtingendienst. Maar het is allemaal veel erger. Het is de involvement van de Verenigde Staten in Suriname. Het is een CIA-coup geweest. En Bouterse beschikt over een documentatie die zo verschrikkelijk is, dat niemand zal ooit aan die man komen. Want ze weten dat hij het heeft. Dus meneer Dokters van Leeuwen zei 4 jaar geleden, nou, Bouterse komt in april voor de rechter. Nou, dat was 4 jaar geleden. Bouterse is gewipt door Kok. En ze blijven maar doorlullen, Bouters voor de rechter. Die hele aardige advocaat, nou kan ik even niet op zijn naam komen. Spong. Die snapt er ook geen moer van. Die laat zich door zijn emoties leiden als zijn vrienden zijn vermoord. Ja, dat begrijp ik dat heel vervelend is. Maar dat wil niet zeggen dat Bouters dat gedaan heeft. Helemaal niet. Ik weet al heel lang hoe die zaak zit, maar ik hou ook maar mijn mond. Want Bouters houdt zijn mond. Ik kan niks zodat hij zijn bek niet open doet. Is de laatste tijd in Nederland het gevoel dat Nederland Suriname eigenlijk een beetje te snel weg heeft gedaan? Moeten we iets terug doen? Het kan nooit te snel zijn. Ze hadden recht op hun... Nee. Maar weet je wat ik nou bijvoorbeeld vind? Ik heb het Kok van de week nog geschreven. Nederland is nog 1 miljard of zo schuldig aan die lui die ze beloofd hebben. Die houden ze nou in omdat Bouters een moordenaar is. Hè? Nou is er een brug gebouwd over die... rivier, hè? Voor 180 miljoen. Door de Weidenbosburg. Weidenbos, ik ken de verre. Ballas-Nedam. Ja, Ballas-Nedam. Nou, die hebben die klotenbrug gebouwd. Nou zitten ze verschrikkelijk in hun maag met die 180 miljoen. Nou komt Venetiaan hier. Dan moet je nagaan wat een Hollandse kaasboeren mierenneukers in Den Haag. He? In plaats dat ze zeggen, nou, jullie zitten in de shit met die 180 miljoen. Maar ja, waar komt Kok vandaan? Uit Berg en Bacht. Dus de vent had moeten zeggen tegen Venetiaan, meneer, u kan vast, u heeft daar zoveel shit over, die 180 miljoen van die stomme brug, die zullen wij uit het potje halen wat hier van jullie staat en dan ben je van die soes af. Komen ze niet eens op. En dan zegt, hoe heet die mevrouw Herfkens? Dat is ook, die moet haar haar laten knippen. Maar die Herfkens, die zegt dan... daar denk ik niet over. En waarom zegt ze dat? Omdat haar ambtenaren dat zeggen. Ik zal je zeggen... Nee, omdat ze besloten heeft dat... Nee, ze heeft niks besloten. Nederland wordt geregeerd door een regering binnen een regering. Dus, er zijn 2 regeringen in dit land. Er is een stel ambtenaren die de dienst eigenlijk uitmaakt. En die blijven eeuwig zitten. Je kiest Kok en je kiest Van Aerts en je kiest Dijkstal en een andere saxofoonspeler. En in het eind... De lui die de dienst uitmaken blijven allemaal zitten. Ik weet het van Van Aerts. Kijk, Van Aerts die ging van de varkens naar buitenlandse zaken. Hè? Van toeten nog blazen, weet hij iets. Hè? Maar ik ging met hem lunchen. Maar keurige man. Keurige man. Ik ben 100% voor Van Aerts. Deze villa heet Huizen Kok Van Aerts. Nou, goed. Wat vroeg ik aan Van Aerts? Wat zegt Van Aerts aan mij? Die zegt, ja... Inderdaad, ik heb wel anders over u gedacht, want ze kwamen mij vragen, meneer Broertjes van de Volkskrant en meneer Verploeg van de NVJ, zou je die Oldmans nou niet betalen? En toen heb ik gezegd nee, want die 1 miljoen van Mielo is veel te hoog, hij krijgt van mij niks. Nou meneer Van Aertsen, en 8 maanden later krijg ik 15 miljoen.
Hoe heeft u die sprong gemaakt van niks naar 15 miljoen? Toen keek hij me aan en dacht, zal ik het hem zeggen of niet? En hij heeft het me verteld. Hij zegt, nou, op een middag dacht ik, ik zal toch eens de dossiers Oltmans boven laten komen. Hij heeft een paar uur in mijn actuele geheime telegrammen, die ik niet eens heb, gekeken. En wist toen dat het zo smerig was dat ik recht had op arbitrage. Maar toen die 8 maanden eerder werd gevraagd, kijk, de meeste lui kletsen zonder dat ze weten waar het over gaat. Hè? Dus Van Aartsen, die kletste maar wat tegen meneer Verploeg en meneer Broertjes, van dat is te veel die 1 miljoen en hij krijgt van mij niks meer. Hij gaf me arbitrage en ik kreeg 15. Daar ging 7 van naar de belasting. Maar zo werken de bovenkamers van Aartsen, van Kok, van de graven. Dat is ook zo'n licht, zeg. Die is minister van Defensie. Moet je nagaan, die vlakkerij daar in Macedonië. Nou, hij heeft hier het kabelnet verkocht. Je weet dat ik me daar ook nogal druk heb over gemaakt. Nee, en dan heeft hij vergeten om een terugkoopregeling te doen. En dat contract is nog zo. Dat is natuurlijk ook hoe je het voor elkaar krijgt. Hè? Om dit soort mensen hier het land te laten runnen. Een gesjeesde wethouder uit Amsterdam, minister van Defensie. Ik begrijp er allemaal absoluut niet. Die Joritsma, die dan maar naar economische zaken wordt gedaan. En pronk, moet ik je zeggen. Dat is de enige waarvan ik dacht, hoe komt hij nou in godsnaam terecht van ontwikkelingshulp op het ministerie van die mensenrechten en boel. Hè? Met, of liever gezegd, milieuzaken. Maar ik vind dat die pronk zich heeft ontpopt als een absolute. Ik vind hem een onaantrekkelijke man. Hij komt niet aardig over en zo. Maar waar je in de wereld ook komt, kennen ze hem. En hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen in Bonn, die pronk. Zou die nou die betogers in Genua betaald hebben of niet? Ben je besodemieterd? Nou ja, dat zou hogere politiek zijn geweest. Zijn krentenweger die daar een cent aan zal uitgeven. Sodemieter of geen sprake van. Geen sprake. Dat weet hij niet hoe hij dat moet boeken. Maar hij had visie. En dat is wat je in de rest van het kabinet totaal mist. Ik vind het een drama. Ik hou me overal buiten. Hoor. Dat is niet te repareren. Het is één grote bende. Zoals ze in dat Kosovo getrapt zijn. En dat UCK-leger, wat natuurlijk een CIA-leger is. Ze begrijpen dat. Ja, maar nou zitten ze weer in Macedonië. Ze zijn hartstikke geen. Moet je nagaan. Dan wordt er dus gezegd, die UCK heeft 80.000 wapens. Nou, die UCK wordt vanuit Washington geregeld. Dus Washington heeft gezegd, nou, we sturen een paar trucks met oude wapens. Die komen nog vanuit de oorlog van Korea. En jullie leveren 3000... Nee, toevallig, ze doen dat heel goed. Ze zouden 2000 inleveren. Nou, er is een enorme onderhandeling aan de gang. Het worden er 3300 van de 80.000. Hè? En daar gaan serieuze soldaten naartoe. Eén is er al onder een kei terechtgekomen, is dood. Maar dat is verschrikkelijk, die Britse soldaat die die kei op zijn kop kreeg. Maar ondertussen is het een fars. Zo'n beschamende fars. Als je nagaat wat dat kost om daar 3500 soldaten uit al die NAVO-landen naar dat stomme Macedonië te brengen. En dan die UCK, die lachen zich kapot, die lui van de UCK. Want die komen met die geweren uit de Koreaoorlog. En dat worden in plastic gedaan met een lintje erom. En dat zitten ze serieus te doen. Het is Walt Disney. Het is a fool's paradise. En dan is het klaar. Nou, dan blijken ze nooit iets ingeleverd te hebben, want dan gaan ze weer schieten. Dus dan gaan ze praten. Denk ik toch ook in een land waar ze schieten. Hè? En het zijn Serviërs en het zijn Macedoniërs en het zijn Albanese. Oh, ja. Die hebben altijd geschoten. Die hebben altijd, ik bedoel, dat, je de gaat Albanese toch zijn de grootste kroeks van de hele Balkan. Dat waren de enige communisten die met China zaten. Hè? Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik vind die Milosevic. Moet je goed begrijpen. Je bent president van Joegoslavië. Je wordt aangevallen door een CIA-leger. Dat is precies als Castro met de BFP's. Er komt een CIA-leger van, want je weet, die lui zijn van 200 in 12.000 veranderd in 8 maanden. Nou, dan weet je wie dat gedaan heeft. Hè? Zo van het Merelveld in. Nou, en dan komen die fucking UCK's je land binnen. Ja, natuurlijk schiet je ze eruit. Dat is, wat had hij dan moeten doen? Hij moest dat Joegoslavië bij elkaar proberen te houden.
Nou, dan wordt dat zo geremd. Er waren honderdduizenden vluchtelingen. Nou, dat bleken er dan, ik weet niet, een honderdste van te zijn geweest. Er waren honderdduizenden doden. Nou, ze hebben er 4000 opgegraven. Dat zijn van die UCK-klootzakken die daar binnenkwamen om de boel. Ze zijn nou in Macedonië bezig. Dat is een Amerikaanse destabilisatiepoging om de laatste remnants van communisme op de Balkan uit te bannen. Dat hebben ze in de Sovjet-Unie gedaan. Bijvoorbeeld daar in die landen Kazachstan en Oezbekistan en Tsjetsjenië. Daar zijn ze nog steeds bezig. Daar zijn ze nou mee bezig in Indonesië. Dus wat er op het ogenblik in Indonesië gebeurt, is de destabilisatie, het uit elkaar spelen van de Republiek Indonesië, dat net als de Sovjet-Unie in een aantal staten verandert, zodat ze daar geen groot Iran krijgen of geen grote moslimstaat die het gevaar wordt, begrijp je, voor die region. Er is nou een nieuwe president die je kent, mevrouw Sukarno? Ik ken haar vreselijk goed. Daar staan de portretten dat ik met haar zit te eten. Maar het punt is, dat is helemaal een rampzalige ontwikkeling, deze mevrouw. Want die kon... Het is een lieve, maar niet zo capabele mevrouw. Niet alleen niet capabel. Ze weet absoluut niks over helemaal niks. Dus die is... Die kan echt, ik heb dat al eerder gezegd bij Barend en Van, die kan niet tot 3 tellen. Nou, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar eerst, nadat Suharto viel, hebben ze daar eerst die Habibi, dat is tussenman, want anders ging Suharto nog de bak in, dat mocht niet van de CIA, want daarvoor heeft hij te hard voor de CIA zijn best gedaan. Dus, net als Pinochet, die komt ook nooit in de bak. Nou, en toen hebben ze daar die blinde man gehad, nou, die heeft de boel in de soep gedaan, dit gaat nog eerder in de soep. Jij zegt dus dat eigenlijk er nog steeds een, noem dat dan toch maar, neocapitalistische visie van Amerika is. Van wij willen de wereld verdeeld. Dat heeft niks met kapitalisme te maken. De Verenigde Staten voelen zich nu dat ze zijn eigenlijk... Imperialistisch dan? Schurkenstaten. Je weet wat dat is, rook steeds. Hè? Zij zeggen dat de rest schurkenstaten zijn. Zij zijn de grootste. Dat is de superpower schurkenstaat in de wereld, de Verenigde Staten. En dan zeg je dat de Nederlandse politici dat niet in de gaten hebben en zich daar nog gewoon achteraan redden. Ja, die hebben dat absoluut niet in de gaten. Als ik aan meneer Van Aartsen zeg, de dag voordat hij naar Washington gaat, om kennis te maken met Powell en Bush, dan zit ik daarover met hem te praten in het Promenade Hotel Den Haag. En dan zegt hij, maar meneer Oldmans, Bush is toch een keurige meneer. Het is een schurk eerste klas. Ze hebben de verkiezing gestolen, gejat gewoon. Die meneer Bush, die vader Bush, die doet de smerigste zaken met die oliechecks daar in het nabije oosten. Zo'n Bush, die nou president is, werd in 1991 betrapt op het verkoop van een klein oliemaatschappijtje met een reuze smerige winst van $600 miljoen die hij niet aan de belasting opgaf. Hij werd door de SEC in Amerika betrapt. Hij zei, hij had het wel ingeleverd, ze konden het niet vinden. De man is een derde rang schurk. En al diezelfde bastards, Roemsfeld en Dick Cheney en Paul, al die lui die die oorlog tegen Irak hebben gedaan in 1990. Schwarzkopf, die heeft de geheime politie van de chef van Iran in elkaar gezet. En die werd commandant om meneer Saddam Hussein een kopje kleiner te maken. Man, de boel zit zo smerig in elkaar. Ik had gisteren hier een meisje aan de lijn van NPS Televisie. Ja, ze gingen een speciaal televisieprogramma maken over Klaas de Jonge. Die man die in Zuid-Afrika vastgezeten... Die daar 2 jaar in de Nederlandse ambassade vastgezeten heeft, miljoenen gekost. Toen vroeg ik, heb je een idee wie die man is geweest? Ja, dat is die man uit Zuid-Afrika. Ik zei, ja, maar die, heb je ook in de gaten waarom die met ambassadeauto's met een dubbele bodem, met communistische Tsjechische geweren Zuid-Afrika inree onder bescherming van de Nederlandse ambassade om blanke boeren dood te schieten? Heb je dat allemaal uitgezocht hoe dat zit? Weet je waarom Van den Broek van de een op de andere dag naar Brussel is gegaan? Weet je wat meneer Bentinck, de latere privésecretaris van koningin Beatrix, uitgespookt heeft in Zuid-Afrika? Heb je dat gehoord van de geheime diensten? Nou, de bek viel open. Ze zei, daar weet ik allemaal niks van. Ik zeg, ga even huiswerk doen en kom anders hier op college. Dan zal ik het je uitleggen.
Nou, zo draait de boel, dus het is een farce. Maar is er hoop? In Nederland zeggen ze Pim Fortuyn. Is Pim Fortuyn de nieuwe wereldredder? Ach, schiet toch uit, zeg. Alsjeblieft, Pim Fortuyn. Aardige kerel. Ik ken hem, het is een aardige kerel. Hij schrijft hele goede columns in Elsevier. Die zijn dan nu ook meteen klaar, want ze willen daar natuurlijk geen politicus hebben die columns als columnist optreedt. Dus hij is eruit gezet. En dat is jammer, want hij deed goed werk daar bij Elsevier. Maar Pim Fortuyn. Kijk, hij heeft eigenlijk wel een goede visie. Ik ben het dikwijls op een hele hoop punten met die vent eens. Want hij denkt vreselijk goed. Maar hij heeft eigenlijk een goede brain. En hij weet erg veel. Ik mag die vent eigenlijk basically wel. Goed, maar je zegt hij... Volk, voor dit land heb je een melkert nodig. En een kok en dat soort mensen. Want daar, daar loopt de kudde achteraan. Want die kijken niet. Nou, is dat nou niet het probleem met die melker? Dat die man geen uitstraling heeft, geen imago, een beetje grijs is? Dat is prachtig. Hij gaat naar de kerk op zondag. Of gaat hij niet naar de kerk? Weet jij daar iets van? Nou, je zou, hij valt niet op. Dus... Alles helpen hoor, als je veel in de kerk zit. Maar in ieder... Vind je niet jammer dat de politiek, dat er geen herkenbare figuren meer zijn? De boerenkoekoes zijn weg. Ja, kijk, we hadden een tijdje Jan Marijnissen. Maar die is ook zo'n beetje, ja, die heeft er ook geloof ik geen zin meer in. Kijk, Wilhelmina schreef het boek Eenzaam en Toch Alleen. Daarin schreef ze, de laatste 80 jaar hebben geen staatslieden van formaat opgeleverd. Nou, Maxima, als die koningin wordt, kan ze schrijven, de laatste 180 jaar hebben geen staatslieden. Ik vind trouwens dat... Maar leiden we ze niet meer op? Maxima had natuurlijk stewardess moeten worden, want dit wordt een drama. Je weet precies hoe het is. Die oudste dochter van een Argentijnse familie, die in het buitenland trouwt met een... Een beetje boerige... Ja, nou moet je... Een lieve Nederlandse jongen. Ja, maar je... Modelletje. Ja, maar je zal toch uit lage vuurse komen. Hè? Nou goed. In ieder geval, als dan... Die situatie zo is dat de dochter en de vader gescheiden worden door de situatie van... Dan krijg je daar gedonder over, want uiteindelijk gaat de dochter terug naar de vader. Dus in één of twee... Nou vindt ze het natuurlijk erg leuk, want ze is bij de koning van Noorwegen. En ik had hier gisteren iemand die met ze aan tafel gezeten heeft. Ja, maar wacht even. Nou zeg je dat jouw kennis en inzicht in Zuid-Amerikaanse, dus Spaanstalige familiestructuren is... Die zeg je, dat gaat uiteindelijk fout. Gaat fout, zo zeker als een huis. De vader-dochterband is daar... Dus dat kan je niet uit elkaar krijgen. Dus op een gegeven moment gaat ze die man haten... omdat het er betrekking met haar vader heeft gekost. Kijk, je moet dat psychologisch goed bekijken. Die families zijn very tight. Nou komt de moeder ook niet op het huwelijk uit solidariteit met de vader. Dus alleen de broers komen op het huwelijk. Als ze gaat grienen tijdens de plechtigheid, is het omdat de vader er niet is. Dus dat is het begin van de boemerang-effect. Maar de Oranjes... Hij krijgt er de schuld van. Ja, maar goed, luister. De Oranjes hadden daar ook bij. De vorige koningin natuurlijk, Beatrix. Laat ze maar flink van kinderen krijgen, dan is ze even bezig. Oh nee, ja, maar het... Om te beginnen zijn natuurlijk al in geen jaren meer Oranjes. Ze hebben met Oranje net zoveel te maken als Sala en Oldmans. Wat moet je nagaan? Ze zijn een paar keer uitgestorven, toen moesten ze weer uit... Van Amsberg. En die jongen is van Amsberg. En zij is Rigetta. Dus die kinderen zijn nep-Oranjes. Het zijn papier-Oranjes. Ze zitten... Ik hoorde net, er was hier iemand op bezoek. En die had de vorst zur Liepe gesproken. Die was gaan jagen met de vorst zur Liepe Biesterfeld in Duitsland. En die vorst zur Liepe, die had gevraagd aan deze Nederlandse meneer... Welke gek heeft bedacht om een kind van Maurits van Vollenhoven en juffrouw van den Broek zur Liepe Biesterfeld van Vollenhoven te gaan noemen? Ik vind het een belediging voor mijn familie. Kijk, ze frutselen met die papieren. Wat geeft Beatrix eigenlijk het recht om mensen prinses te maken? Ik zie dat helemaal niet in. Dat moet er ontnomen worden, want het wordt een bende. Er komen er zoveel dat je ziet door het bomen de bos niet meer. Hè? Dus deze familie is een joke.
Maar goed, je zegt... Juffrouw Laurentien Prinkhorst zat op een diner in Londen vorige week. En zei, ja, nou zit ik naast de graaf. En gisteren zat ik naast de aartshertog van Oostenrijk. En morgen ga ik naar het huwelijk van de kroonprins van Noorwegen. Nou ja, die meneer die zelf van de hoogste boom kwam, die ging door de grond. Die dacht, is dit nou de echtgenote van onze prins van Oranje, Constantijn? Het is echt, het is niet meer leuk. Het is een joke geworden. Maar voorzie je, we hebben natuurlijk in Engeland het verhaal gehad. Dat Diana, maar gaan we dezelfde... Natuurlijk, de poel is... Kijk, dat valt uit elkaar zo zeker als een huis. Want het is zo onvolwassen. Om naar dat Disneyland-achtige gouden koets... Daar gaat weer rijden, hè, over 3 weken. Nou ja, dat is een vertoning. Het is toch te gek om los te... Er rijden 2 van die idiote koetsen in de wereld. In Londen en in Den Haag. En als je in Parijs meneer Chirac in een koets zou zetten, dan bellen ze 6x8. En dan zeggen ze... Laten ze hem ophalen. Die moet naar een kliniek. Want die is niet goed. Dus we lopen zo achter, man. Oké, goed. Eventjes terug naar Kleurnet. Kleurnet was in mijn visie, want ik heb het toch gemaakt... gebaseerd op een journalistieke traditie die zei... Als ik niet trots ben om met de armste en de zotste Amsterdammer te zijn... dan ben ik niet waard om journalist te genoemen. Ja, ik vind het een drama. Ik vind het absoluut een bewijs van hoe rottig eigenlijk alles in elkaar zit. En hoe weinig democratisch mensen denken. Want in plaats dat jullie het recht behouden... en de gelegenheid krijgen om jullie werk gewoon rustig voor te zetten zonder bedreiging, want ik hoorde je het vorig jaar daar ook al. Vorig jaar was precies hetzelfde. Ja, en ik denk, nou, hij redt het nu wel weer, maar nu hebben ze het dan doorgezet. Dan is er een andere lul komen te zitten op het gemeentehuis en dan is er een of andere idioot die dat dan doordrijft. Ik vind het van een gebrek aan beschaving en democratie in dit land, het is eigenlijk echt hopeloos. Ik ben 76, het zal mijn worst verder wezen. Maar ik denk aan de toekomst en ik vraag me af hoe dit af zal lopen. Het wordt niet leuk in ieder geval. Het wordt er niet leuker op. Nou, ik blijf positief denken. We zijn met weer andere dingen. Ik denk dat ik ook mijn handen vrij krijg om wat andere dingen te doen in de politiek. In de politiek, hè? Ja, niet alleen de politiek. Ik wil ook een boek schrijven. Ik ben bezig met een boek dat heet Na de crisis. Ik zie dat er nu toch een economische crisis komt. Zeker als een huis, ja. En dan... vind ik het interessant, hè? Dat heb ik eigenlijk ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, zag je ook mensen die zeiden, wat gaan we na de oorlog doen? We gaan nu nadenken over wat er na de oorlog gebeurt. Ik denk dat nu de tijd gekomen is, niet te denken hoe ze die crisis gaan bestrijden, dat laat ik aan Melkert en dat soort mensen over, maar wat gaan we na de crisis doen? Wat voor samenleving willen we hebben in 2005 of 2010? Jong, dus hou je daar vooral mee bezig. Ik geloof dat je je moet richten op de vraag... Als nou Bush zegt het ABM-verdrag is verouderd van 1974, we moeten naar een nieuwe ontwapening. Daar kan ik wel aan mee voelen enige mate, maar dan moet je om te beginnen de NAVO afschaffen. Want de NAVO is een product geworden van een koude oorlog, van een situatie die totaal anders was dan 50. Zeg je eigenlijk dat Bush met zijn verhaal, ik moet mij niet meer beschermen tegen Rusland, maar tegen wat hij dan de schurkenstaten noemt, de Afrikaan. Bush is één grote kroepfabriek. Bush is net als Hitler. Bush is... wilde mensen in de fascisten in Amerika. Zij zijn gewoon... Ze hebben Kroep overgenomen. Ze hebben Kroep plat gegooid en in Amerika teruggezet. Dus Amerika is één grote kroepfabriek. Dus als de economie naar beneden gaat, dan moeten ze als de donder shields bouwen in de 6% meer defensiebudget. Honderden miljoenen meer. En dat allerbeste zou zijn als er snel een oorlog kwam. En die komt er. Ik ben ervan overtuigd. Want dat is altijd de goede oplossing voor... Israël is, of ik vind het vreselijk griezelig wat daar in Israël... Kashmir ligt ook nog... Nee, dat is minor. Israël is echt zeer, zeer, zeer belangrijk wat daar op het ogenblik gebeurt. Dat is zeer griezelig wat daar gebeurt door die Sharon. Maar, en dan al dat gescheld op Arafat, dat is ook niet zo'n lekkere meneer. Maar die meneer Sharon is natuurlijk, die hoort ook bij Milosevic te zitten. Die heeft dat hele kamp daar, die heeft die kampen daar, die is uit het leger gezet omdat hij een oorlogsmisdadiger was. Die was premier. Nou ja, dan zie je meneer Colin Powell zeggen op televisie met meneer Sharon naast hem. Nou, ik ben zo blij dat Milosevic in de bak zit in Den Haag, maar ondertussen zit de vent die naast hem. Die hoort er net zo hard als Milosevic. Nee, ja, dan is de wereld toch op zijn kop. Dat is toch niet normaal?
Dat kan toch allemaal niet? Nou, en die Bush is ook lekker hoor. Die hebben ook, die horen er al. Kissinger is een van de grootste schurken die ze ooit hebben uitgevonden. Ik hoop dat ze hem in Berlijn begraven, want hij hoort eigenlijk niet in Amerika. Nou, dus waar je op moet richten als je daarmee bezig bent, is dat West-Europa is een schiereiland dat aan Rusland vastzit. En je krijgt geen vertrouwen tussen deze twee delen als die NAVO maar door blijft groeien met Amerika achter zich. Dat moet gekapt worden. Laat Amerika hebben met Canada en Latijns-Amerika. Dan kunnen ze fijn daar in Colombia met de cocaïne. Maar Europa moet zich op Rusland richten. Daar liggen de grondstoffen die wij nodig hebben. Daar moeten we, Albert Heijn moet naar Rusland, niet naar Amerika, ze moet naar Rusland. Dat is, en die mensen zijn tenminste normaal, die doen niet zo gek als die Amerikanen, want die zijn echt geflipt hoor, langzamerhand. En ga daar maar eens naartoe, ben je er al geweest? Ik wou toevallig niet naar Amerika gaan, maar naar Moskou komende weken. Maar goed, Willem, de laatste uitzending, je hebt je hele verhaal gedaan. We hebben weer even gesproken over de wereldpolitiek en de Nederlandse politiek. En het is nog steeds niet in orde. Er komt een dag dat je zegt, het is af of niet? Het is wel goed? Nee, dat is het. Alles wat des mensen is, alleen wat in de handen van de Heer is, is goed. Hè? Maar ik deel niet jouw optimisme over dat het allemaal wel goed zal komen. Dat denk ik niet, nee. Er komt weer een enorme gedonder. Nou, er komt een crisis, dat zie ik. Maar niet wat ik... alleen een crisis. Je denkt dat ook op het gebied van oorlog en vrede dat het goed misgaat. Ja, het gaat mis. Ja. Ze hebben het gewoon nodig. Dat is de ellende. Als de economie zo slecht gaat, dan hebben ze dat nodig. Dat is natuurlijk zo is Vietnam en Korea. Het is zo lang goed gegaan. Dat het is angstigend. Het is stilte voor de storm. En als je dan lui als Bush en Rumsfeld en Cheney... Die arme meneer Paul is niet zo'n... Die wordt nu een beetje weggewimpeld, nee, hè? Ja, maar die zat er voor de show. Poepes met Lacoste. Die zat er gewoon om de zwarte van Amerika weer een beetje rustig te krijgen. Nadat ze zo verneukt hadden. Ja, one-liners waarin je de wereldpolitiek even afdoen. Nou ja, ik heb er 40, 50 jaar over nagedacht. Ik weet er iets van. Oké, Willem Holtmans. Succes met al je ondernemingen. Ja. En schrijf een boek. Ja. Okay. Gaan we beginnen, na de crisis. We gaan weer beginnen met je later. Als er een andere burgemeester komt of een andere, dan moet je weer doorgaan met dat televisiestation. Okay. We zijn nog niet weg.